Hallo, ik ben Daan van Cannenburg Caravans Campers in Almere. En in deze video besteden we aandacht aan de 2023 Caravelair Alba Stijl de 472. Dit is een hele leuke compacte caravan. Hij is slechts 2,10 meter smal en een binnenmaat van 4,70 meter met enkele bedden. Met een ontzettend interessant eigen gewicht, want hij weegt maar een 975 kilo ledig. En standaard maximaal toelaatbaar tot een 1200 kilo. Met de mogelijkheid tot het verhogen van het maximaal toelaatbaar gewicht naar 1300 kilo. Voor het net even wat extra laadvermogen. Nou, die Alba Stijl is best wel een complete uitvoering. Als we gaan kijken naar het exterieur, is de hele opbouw aan de buitenzijde van polyesterbeplating. Dus het front, het dak, de zijwanden en zelfs de bodemplaat is van polyester uitgevoerd. Nou, dat geeft hem een veel betere isolatiewaarde, maar maakt hem ook veel beter bestand tegen inslagen van bijvoorbeeld een hagel of dennenappels en dergelijke. Als we gaan kijken naar de ondersteltechniek van deze caravan. Hij heeft een Alco-as en wat meerdere Alco-elementen, het neuswiel, maar ook een Alco AKS 3004 stabilisatiekoppeling voor de nodige rijcomfort. Kijken we even in deze disselbak, zien we dat de klep aan zich wordt uitgeduwd door een gasveer. Optioneel, het reservewiel wordt geplaatst in de disselbak. Kunnen de 5 tot zelfs de 10,5 kilo flessen geplaatst worden, twee stuks in de disselbak. En er hoort bij de standaard uitrusting een vrijbare vuil watertank. Lopen we langs de luifel of tentzijde, dan zien we aan de rechter voorkant bij de caravan dat daar een mooi groot serviceluik is van een meter breed. Twee sluippunten en die geef je een toegang tot een gigantische bergruimte. Die we uiteraard van binnen in de caravan nog eens een keertje wat beter gaan bekijken. Maar hij loopt helemaal door tot aan de andere kant. Dus je kunt perfect grote materialen, tafels, stoelen, tentstok en dergelijke doorsteken. Alle aanwezige vensters zijn uitstelbaar in verschillende klikstanden te zetten. Voorzien van hordetjes en verduisteringen. Standaard wielafdekkingen erop. Een voortent buitenverlichting. Ja, en het mooie natuurlijk van die polyesterbeplating, lekker gladde beplating. Ideaal in het schoonhouden, poetsen van de caravan. Kijken we helemaal rechtsachter. Daar bevindt zich hier de toiletruimte. Vandaar ook het luikje wat je toegang geeft tot je wc-cassette. Een Tedford cassettesysteem zit erin met een verrijdbare afvaltank. En kijken we naar de uitvoering van de achterzijde van die Alba Stijl. En de standaard uitrusting, dan zien we daar al een montageprofielen op die achterwand zitten. Dat maakt het een stuk eenvoudiger voor het plaatsen van een fietsendrager met een maximale belasting tot een 40 kilo. Nou, mooie lichtpartij, lekker stoer weergegeven. Derde remlicht. Dat maakt dat wij je graag even binnen gaan uitnodigen. Nou, de toegangsdeur is een deelbare deur. Zo, en kan natuurlijk even stevig op die manier vastgeklemd worden. Laten we even binnen kijken. Welkom in de 472. Nou, de Alba Stijl serie van de tweede heeft een soort titanium, een beetje geborsteld profiel op de bovenkasten. Met een mooi koper randje eronder qua afwerking. En een licht houtkleurige onderzijde profiel. Zwarte greepjes, nou, heel leuk modern interieur geeft dat. Is gecombineerd met een grijze stoffering. Heeft een goede vorm in zowel de zitting als in de rug. Een bolling aan de onderzijde voor de lenden. Dus lekkere dikke kussens. Zeer comfortabel plaats te nemen. De tafel is aan een railprofiel opgehangen. Wat het mogelijk maakt om hem wat op deze manier te verschuiven. Waardoor je wat makkelijker in en uit kan stappen. Of eventueel een puzzeltje of een spelletje kunt verrichten. De zithoek is groot genoeg om met vier volwassenen te kunnen zitten. Dan kunnen hier zitten en de bank aan de achterzijde is nog wat ruimer opgesteld. En de zithoek kan ook eventueel omgebouwd worden door het laten zakken van deze tafel tot een derde slaapplaats voor deze caravan. Nou, het is een hele lichte zithoek en dat komt omdat er een standaard groot midi-heki dakluik is geplaatst die met die beugel zo helemaal opengezet kan worden. Lekker veel lichtval, maar ook ventilatie mogelijk daardoor. Uiteraard is dat voorzien van een plissé-verduistering. En hoor. En het dakluik kan natuurlijk ook bij wat minder goed weer eventueel in een ventilatiestand worden geplaatst. Zo. Nou, de bovenkasten openen zich op deze wijze. Hoog opgesteld. Goede sluitingjes voor het transport erop. Een onderregaaltje gemaakt voor wat kleine spul.
leespotjes voor elke zijde. Met daarin verwerkt een USB-stopcontactje. Makkelijk eventueel wat apparatuur op te kunnen laden. Goed, de toegang aan zich is bij deze uitvoering uitgerust met een plissé hoarder. Maar let wel, deze zit niet in de standaard uitrusting. Die je dus optioneel mee te bestellen. Kom maar binnen. Nou, bij de 472 dan in de middenopstelling een mooie keuken met een tweetal bovenkasten. Waarbij de rechtse nog eens ingericht met een legplank. Het aardigblad heeft wat een klein beetje onbenutte ruimte aan de linkerzijde. Daar heeft op plaats een klein koffiezetapparaatje of wat afwas. Heeft hier aan de linkerzijde een 3-pits kookopstelling, gaskooktoestel. En heeft hier dan de spoelbak. Met de mengkraan, want deze wagen is standaard uitgerust met een 5 liter elektraboiler. Wat ervoor zorgt dat je warm water in je keuken en je toiletvoorziening hebt. De uitrusting aan de onderzijde bevindt zich dan aan de linkerkant een 87 liter absorptiekoelkast. De nodige bakjes natuurlijk en roosters nog wat naar wens te verstellen. En aan de bovenzijde een vriesvak over de gehele breedte. Nou, zo'n absorptiekoelkast is deze. Die kun je laten werken op 12 volt achter de auto. Dus op het moment dat je onderweg bent, kun je laten werken op 230 volt. Dus eigenlijk de gebruikelijke stroomaansluiting op de camping of om hem thuis even goed voor te koelen. En je kan hem laten bedienen op gas als je helemaal vrijstaand zou kamperen of de stroom zou wegvallen. Dan hebben we hier aan de rechterzijde de besteklade met nog twee hoofdkranen voor het gas van het koken en de koelkast. En dan hebben we een grote opbergkast aan de rechterzijde. Tegenover de keuken hebben we dan een hangkastopstelling. Die hangkast opent zo zich op deze wijze en is erg breed, lekker ruim, grote roede. Daar onderin bevindt zich dan de lekschakelaar met de aardlek. En onder de hangkast bevindt zich het verwarmingssysteem. Dit is een Truma 3000 VS gaskachel. Die heeft echt een goede warmtecapaciteit om deze caravan ook in voor- en najaar of zelfs de winter lekker snel op te kunnen warmen. Nou, dit is dan de slaapkamer achter mij en dat is eigenlijk onwijs uniek, want we hebben het hier over een caravan die is maar 2,10 meter breed. Dat is eigenlijk voor caravans heel smal. De gemiddelde is tegenwoordig toch een 2,30. Dat gevoel heb je totaal niet als je in deze caravan staat. Dus dat is altijd goed gedaan. Maar wat het leuke is van de 472 ten opzichte van alle andere enkele beds uitvoeringen, is dat ze dus het enkele beddengedeelte tussen het torso gedeelte, het hoofdeinde, aan elkaar hebben laten groeien. Dus je loopt eigenlijk maar een stukje daartussenin. Maar dat is eigenlijk ook alles wat je nodig hebt. Want ik kan door deze opstelling zeer makkelijk in en uit mijn bed komen. Ik heb daardoor een breder bed als wat eigenlijk gebruikelijk is voor enkele bedden. Maar ik lig toch nog enigszins lekker bij mijn partner als ik dat wil. Kijk, en dat is altijd een beetje die afweging die men maakt. Ja, moeten we nou voor een tweepersoonsbed, moeten we nou voor enkele bedden? Ja, eigenlijk enkele bedden ligt veel lekkerder, maar we liggen nog zo graag bij elkaar. Hier heb je het allebei. Je hoeft die keuze dus niet meer te maken. Hoe ideaal is dat? En wat ook nog ideaal is natuurlijk voor de lange Nederlanders, wat ik niet helemaal onderschaar, maar is dat het bed hier aan de linkerzijde voor u is een 2,5 meter lengte. Dus ook de lange Hollander kan gewoon lekker lang uit op vakantie slapen. Bed aan de andere zijde is dan 1,95. Die matrassen zijn een 15 centimeter dikke koudschuim comfortmatras. En die ligt op een goede lattenbodem met een metalen ombouwframe. En de bodems aan zich zijn eenvoudig te liften. Handen onder het frame. En je wordt geholpen door een tweetal sterke gasveren die het bed omhoog houden. Ga ik dat ook aan de andere kant nog eens even doen. Zo, kijk op deze wijze. En zie wat een enorme bergruimte die 472, deze compacte caravan, aan je biedt. Ik ben er maar even ingestaan om te laten zien hoe gigantisch ruim en hoe handig ze dat hebben opgelost. Dus de opstelling is eigenlijk in een U-vorm gemaakt, waardoor je echt maximale gebruik kan maken van die opbergruimte. En ook zelfs natuurlijk met het inladen, met die spullen en dergelijke, alles goed kunt rangschikken en dergelijke. Nou, zou je, voordat ik alles weer dicht doe, hier nog even laten zien. Hier zit zijn watertankopstelling. Uit mijn hoofd bindt me die vast rond de 50 kilo vers water. Die doe je van de buitenkant vullen via een vuldop met een gieter of een tuinslang. Dan zal ik het bedopstelling weer even naar beneden doen. Voor diegene die dan wenst. Doe het even andersom. Voor degene die dan wenst om eventueel het alsnog tot een heel groot bed te maken, krijg je deze twee vulstukken meegeleverd. Zo. Ik loop even naar de andere kant. Haal het matras, het ontbrekende taartstukje onder de bedden vandaan. Laat ik de bedden even op deze wijze zo zakken. Kun je die twee puzzelstukken hier zo tussen leggen. Bedbodems naar beneden. Heeft zelfs nog de mogelijkheid
om, kijk eens even hier, er een gigantisch groot bed van te maken. Zo kun je ook nog eens een keertje lekker dwars liggen op vakantie. Zo. En net zo makkelijk alles weer op te bergen. In die enorme bergruimte. Nou. Wat ook nog steeds mogelijk is, hè, dat is ook vaak een reden om te kiezen voor die enkele bedden, is het goed bij je kast te kunnen komen, omdat je toch een aardig stuk er tussendoor kan lopen. Is nog prima bij die bovenkasten te komen. En daar zit heel veel bergruimte in voor de kleding. Nou, zo mooi verdeeld. Ieder heeft zijn eigen kast. Ieder heeft zijn eigen LED-leespotje met wipschakelaar en USB-contactpuntje. En ieder heeft zijn eigen magazine holder. Nou, er is een mooie vensterbank aan de voorzijde. Handig ook nog voor het wegleggen van een brilletje, een telefoontje of wat boeken en dergelijke. En elk slaapgedeelte heeft zijn eigen zijvenster, uitstelbare zijvenster voor de nodige ventilatie. Nou, wat er verder nog in de uitrusting hoort, er zit een stukje tv-voorbereiding in. Er zit voor de nodige privacy standaard een gordijn om het zicht te blokkeren. Zo. En er is een mini-heki dakluikje boven de keukenopstelling voor extra ventilatie en lichtval. Nou, deze hele compacte caravan heeft zelfs nog meer te bieden. Eigenlijk direct naar de entree, dus eigenlijk achterin de caravan bij de zithoek, bevindt zich hier achter deze deur een hele mooie toiletruimte. Ook hier een dakluikje voor de nodige ventilatie, goede LED plafondspot. Alle binnenverlichting overigens bij deze caravan is uitgevoerd in een LED. Daar zit de Tedford cassettetoilet met daarboven een weg te klappen wastafeltje. Bij deze wastafel is er een standaard mengkraan aanwezig met één uittrekdouche. En jawel, alsof het nog niet genoeg is, het lijkt de telcel wel, hebben we hier nog een tweede douche. In een zeer compacte ruimte, dus je zou kunnen duo douchen als je het zo een beetje mag bekijken. Het wordt wel heel erg lekker knus, kan ik je vertellen. Maar goed, het is toch wel grappig dat een caravan als deze toch wel een volledige douchevoorziening heeft. Een hele mooie douchekolom hier nog met een vaste doucheopstelling, met een mengkraan. Ook hier is wel natuurlijk benodigd dan, want als je daar gebruik van zou maken, dat je de ruimte aan zich even goed afschermt met dit douchegordijn wat hier aanwezig is. Maar de voorziening, trek meteen de hele gordijn eruit. Uit de haakjes, zo, we blijven opletten. Ook die douchevoorziening is, kijk, eens even. Nou, dat is even mooi, hè? Dus, die is voor de bloepers. Hangen we het even netjes terug. Als je het losmaakt, moet je het ook weer vastmaken. Kijk, ik heb ook even zien hoe makkelijk dat voor elkaar is. Zo, kijk, en zo hangt het weer netjes op zijn plek. Dat zo'n volledige voorziening aanwezig is. Nou, er is alles gedacht, ook in datzelfde stoere design. Een zwarte, matzwarte wc-rolhouder, een bekerhoudertje, een handdoekenhoudertje en een hele grote spiegel om ervoor te zorgen dat je ook netjes kan verschijnen in de ochtend. Goed, dit is de Alba Stijl 472. Ik hoop dat je van hebt genoten. Ik zie je graag een andere video weer terug. Of kom gewoon eens naar de showroom in Almere. Dan ontvangen we je graag. Bedankt voor het kijken.